Vaak let ik op kleine details en wat er om me heen gebeurt, zonder mijn concentratie op het werk te verliezen. Ik zie de postbode, de persoon achter de bar of een schoonmaker, mensen die bezig zijn met de dagelijkse handelingen. Eenvoudige dingen die mij op dat moment eigenlijk niet minder belangrijk lijken dan de grote wereldvragen, belangrijke zaken en helden. Alles komt samen op een manier waarin er nauwelijks onderscheid te maken is tussen wat meer of minder relevant is. Zoals de wijzers van de klok zich ook als prominente jongens gedragen, maar zonder radenwerk erachter zijn ze uiteraard niets. Het geheel heeft een doel. Het schilderen van een voorstelling van Van Gogh, het maken van eigen werk of het opknappen van een oude deur kan voor mij dan ook allemaal even prettig of minder prettig zijn. Alles komt voor mij voort uit een bron die de dingen goed wil doen en die zo de directe omgeving op een elegante manier transformeert en bijdraagt aan een prettige leefomstandigheid. In deze ruimte heb ik geprobeerd om op een wat vrije manier een aantal schilderijen van Vincent van Gogh weer te geven. Een viertal werken zijn op zodanige wijze samengevoegd dat er een vrijwel doorlopend landschap ontstaan is, met een sterrenhemel erboven. Thank you.
niet alleen landschappen, architectuur en kunst, maar ook vaak dingen die niet altijd in één oogopslag waarneembaar zijn, vormen een bron van inspiratie voor me. Kleurvlakken, vormelementen en allerlei andere zaken die in mijn gedachten samenkomen, kunnen soms zo onverwachte combinaties opleveren. Natuurlijk speelt licht een belangrijke rol en zijn intensiteit ervan, hoe het uiterlijk van de materie erdoor beïnvloed wordt, reflecties in het water, etcetera. Vaak ook zijn het de kleine objecten waarin een interessante wereld ontdekt kan worden.